woensdag slijmdag. En vandaag heb ik echt iets heel bijzonders om aan jullie laten zien, Het is geen slijm, maar het is putty. Het is magnetic putty. En het is niet van mij, het is van mijn zoontje. Maar gelukkig, ik mocht het van hem laten zien. Hij heeft dit verleden week gekregen. En ik vind het wel echt heel leuk, heel geweldig. Dus gelukkig, ik mocht het van hem gebruiken om een opname te maken en aan jullie te laten zien. Het is niet zomaar te koop hier in de winkel in Nederland. Dus je zal dit dan wel echt ergens moeten bestellen op internet. Ik zal wel bij de beschrijving van het filmpje een linkje plaatsen. Ga ik wel even op zoek naar waar je dit kan krijgen. Maar het is echt heel leuk. Er zit hier één magneetje bij. Hij heeft het gekregen met een stapeltje hoor, met zulke magneten. Maar dat is gewoon heel gevaarlijk. Die magneten die hier zitten zo hard aan elkaar vast, dat zowel mijn man als zelfs zijn vader het bijna niet uit elkaar konden krijgen. Er waren echt 4 magneetjes aan elkaar vast. En we vonden het gewoon te gevaarlijk met kinderen. Als je die tussen je vingers krijgt, dat doet echt heel veel pijn. Mijn schoonvader, die probeerde hem los te maken. En dat schoot keihard tegen zijn vingers en deed zoveel pijn. Dus mijn zoontje krijgt maar 1 zo'n blokje. Daar kun je gewoon veilig mee spelen zonder dat het pijn doet. En de rest bewaren wij. Als hij dit blokje kwijt is, krijgt hij er weer 1. Maar dit is gewoon echt heel leuk. Eerst is de magnetic putty nog heel hard. Dat zie je ook wel. Hij is gewoon echt hard. Dus ik ga eventjes de camera even uitzetten. En dan ga ik dit wat zachter kneden. En dan kan ik jullie het effect wat leuker en mooier laten zien. Oh, dat klinkt ook wel heel erg leuk. Vaak als je inderdaad erin kneedt, dan knettert het een beetje. Dat is wel grappig. Ik ga het even doen. En dan ga ik je zo meteen met het magneetje laten zien hoe dit werkt. Hoe dit op elkaar reageert. Dat is wel echt heel leuk. Oké. Om je een voorbeeldje te geven, ik heb hier een olifantje gekleid en dan ga ik met mijn magneetje om te laten zien hoe dat dan werkt. Het is wel grappig, jij kan het niet zien, maar in mijn handen voelt het dus ook echt, voel ik het ook echt trekken. Oh, daar gaat hij. Het slurfje omhoog. Kom dan olifantje, olifantje. Wat ruik je met je slurfje? Leuk hè? Olifantje. Kom maar. Oh, dat is gewoon zo leuk om mee te spelen. Het is gewoon echt grappig. Gewoon heel, heel funny. Hè? Ja, olifantje ruikt iets. Hij ruikt wat. Geweldig, toch? Nou, zo kun je dus heel leuk ik kom bijna niet meer bij mijn woorden, sorry. Zo kun je dus leuk met magnetic putty spelen. Je krijgt eindeloos veel plezier aan. Het is gewoon echt heel erg leuk. Ik zag ook dat het in meerdere kleuren er was. Goud vind ik ook heel erg mooi. Mijn zoontje vond goud zelf ook het mooist, zei hij. Je hebt het ook in zilver, volgens mij ook wel in zwart en in een paar andere kleuren. Nou, wat ik je nog meer bijvoorbeeld wil laten zien. Oh, ik ga eventjes weer opnieuw kneden. Ik laat het je zo zien. Ik heb een heel leuk monstertje ervan gekneed. En ook even leuke monsterogen zo gegeven. Dit is zijn mondje. En ik ga jou dus laten zien hoe de magnetic putty eigenlijk een magneet helemaal opeet. Dus ik leg hem zo in zijn mondje. Ik zal hem even een beetje draaien. Kun je ook een beetje zien wat er gebeurt. Het duurt eventjes, maar dan zie je dus beetje bij beetje hoe het magneetje helemaal naar het centrum, zeg maar, wordt getrokken. En hoe dan de magnetic putty er gewoon helemaal omheen weer vormt. Heel leuk om te zien. Ik hou even mijn mond, kan ik het filmpje ook straks een stukje versnellen en dan zie je het gewoon sneller gebeuren. Leuk hè? Nou, hij heeft hem al bijna helemaal opgegeten. Dan draai ik hem eventjes zo om naar voren. Laat los. En dan zie je zo meteen dat ook voor zo het zo meteen helemaal verdwijnt. Ik vind hem gewoon echt heel leuk dit. Zo leuk om te zien. Nou, grappig hè? Het monstertje heeft het stukje magneet dus helemaal opgegeten. Nou, dat wilde ik even laten zien. Ik hoop dat je dit ook leuk vond. Vind je het leuk? Geef het filmpje een like. Abonneer hier mijn kanaal. Daar mijn mans kanaal. Die heeft ook woensdag slijmdag. En 2 leuke filmpjes. Doepa doe!